Ja, dat wordt elke keer tegen me gezegd. Ik wil een onderhoudsvriendelijke tuin. Nou, dat houdt eigenlijk in dat je er aan wil doen. Want onderhoudsvriendelijk bestaat niet echt, want je moet altijd wat doen. Je moet wel kijken hoeveel tijd kan ik er besteden aan die tuin. Heb je een kleine tuin en je wil er een grasveld in hebben, moet je elke week in die tuin aan het werk. Doe je dat niet en je hebt alleen maar plantenbakken of je hebt gedeeltes waar je bodembedekkers in gezet hebt, dan is één keer in de maand voldoende. Maar ja, regelmatig bijhouden, dat scheelt een hoop werk. Een katvriendelijke tuin. Nou, die bestaat niet, hè? Ik zei op een gegeven moment, wil je de kat inlokken, dan moet je kattenkruid planten. En Peter, daar is hij stapelgek op. Wordt hij zelfs stoomd van, daar ligt hij de hele dag in te rollen. Ja, katten en een tuin, dat is niet een twee-eenheid. Het is bijna niets aan te doen. En voor de kat zijn geen planten die hem afstoten, hoor. Alleen maar planten die hem aantrekken. De belangrijkste tip die ik heb over kamerplanten betreft het water geven. Eigenlijk, je moet ze niet zoveel water geven. Eén keer in de week groene planten, dus bladplanten. Eén keer in de week 3 tellen water geven. Bloeiende planten, die moeten meer water hebben. 2 keer in de week 3 tellen. Niet meer, want dan rotten de wortels en dan laat die zo zijn bloemen vallen.